is een foto gestuurd, vroeg ik mij af. In de Pauluskerk. Ik heb geen idee. Volgens mij namelijk niet. Nee? Oh.
Loopt hij? Oh, super. Glenn, ik ga je eerst even aankondigen. Want ik denk dat we wel deze avond goed moeten openen. Welkom trouwens allemaal. Fijn, dank jullie wel voor jullie geduld. Het is vandaag een emotionele, een drukke, een bewogen dag voor ons allemaal. En met name voor de mensen uit de Cariben. Onze zwarte broeders en zusters. Ik heb zelf vanochtend even stilgestaan bij wat er vandaag allemaal te gebeuren zou zijn en wat er al gebeurd is. En ik moet zeggen, ik ben de afgelopen dagen ook behoorlijk emotioneel geweest. Dus mocht ergens mijn stem een beetje trillen, mocht ik even niet uit mijn woorden komen of een van de gasten vanavond niet, weet waar het aan ligt. Ja? Maar ik ben blij dat ik hier met jullie ben. Even een heel klein, mijn naam is Natasha Gibbs, ik ben journalist in het dagelijks leven. Ik werk voor het online nieuwsplatform Caribisch Netwerk. En daarmee breng ik nieuws en actualiteiten samen met correspondenten vanaf de eilanden over het Caribisch deel van ons koninkrijk. Dus dat staat mij heel erg aan het hart. Ik kom daar zelf ook vandaan. Vanavond gaan we het hebben over de toekomst. We gaan het hebben over waar we staan en we gaan het hebben over waar we naartoe willen. Vanavond moet een liefdevolle avond zijn, met begrip voor elkaar en ook openhartig. Dus voel je ook thuis om je vragen te stellen. Voel je thuis om met elkaar het gesprek aan te gaan. We gaan strijden voor een gelijkwaardige maatschappij. Dat doen we niet alleen, dat doen we voor onze kinderen. En dan kijken we naar de leden van Kick-Out Zwarte Piet en hoe zij daarnaar kijken. Ik ben vanavond niet heel streng, ik ben überhaupt niet zo streng, maar ik heb wel één regel vanavond. En dat geldt ook voor de mensen thuis die nu via de livestream met ons meepraten. Respect. Vanavond gaan we met respect met elkaar om. Dus ook al heb je een andere mening, ook al denk je anders over iets, het is oké. Als het maar met respect gebeurt. Zodra respect er niet is, dan moet het gesprek stoppen. That's it. Dat was mijn serieuze toon. Ik wil het woord geven aan een man die velen van ons eigenlijk, ja, ik persoonlijk beschouw als een vaderfiguur, een oom, een oudere neef die je nooit had. Glenn Helberg, fijn dat je er bent. Dankjewel. You parted up on my icono. You parted up my akono. Makaye kore moro. You parted up my akono, yakono. Ayenetene wepe yakono. Ayenetene wepe yakono. Makaye kore moro, yu parur pumu yakono yakono. O atene wap yakono, o atene wap yakono. Makaye kore moro, o atene wap yakono yakono. Dankjewel. De eerste mensen die er in Zuid-Amerika, waar onze voorouders naartoe zijn, ja, verbannen, maar niet door het eigen volk, maar gekidnapt, die werden ontvangen en begeleid door de inheemsen die er al waren. We zijn begonnen met vertegenwoordiger van de mensen, de inheemsen, die ons allen hebben ontvangen en onze voorouders, die naar het binnenland zijn gegaan, zijn gevlucht, om niet onder het juk te leven, die hebben hun daar de weg gewezen. Mama isa, you mujere bejo. Mama isa, you mujere bejo. Nu ya mai mami tapiki.
Mama isa yumuyere bejo. Mag ik jullie vragen naar voren te komen? Mama isa yumuyere bejo. Mama isa yumuyere bejo. Yuna mama vina piki. Mama isa yumuyere bejo. Voorouders, hier staan uw kinderen. Kinderen waar we trots op zijn. Uit Suriname, Curaçao, uit Ghana, de inheemsen van Suriname. We zijn trots op hun. Jullie zijn de vertegenwoordigers. Vertegenwoordigers van velen. Jullie hebben je leven durven te geven. Ik kijk twee mensen aan, waarvan ik weet dat ik een gesprek met hen heb gehad, toen het heel spannend was, dat ik zei, alsjeblieft, als je dat doet, dan gebeurt er iets met je leven. En nu krijg ik de woorden te horen, maar als dat moet, dan zal het. Want wat we doen, doen we voor onze kinderen. Ik bleef achter als een vader in angst. En elke keer weer bleef ik in angst. Maar wat jullie gedaan hebben, heeft ervoor gezorgd dat we vandaag de dag misschien een omslagpunt krijgen. Voorouders, we groeten jullie en we groeten jullie allemaal. Want wat jullie gedaan hebben, wat we gedaan hebben, is dat we zien dat we hier in een zaal zitten met voorouders, zowel wel van mensen die zich kunnen herkennen in degene die in de handel zaten van zwarte mensen en de voorouders die nazaten daarvan, die hier zitten, van de mensen die tot slaaf gemaakt zijn. Ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik deze woorden mag uitspreken. Voorouders, in het land op dit moment is het nog niet klaar. We zien dat er op dit moment tekenen zijn aan de wand dat er verandering kan komen. Maar we zijn nog niet klaar. Ik vraag jullie om woorden uit te spreken die jullie willen meegeven aan de kinderen, aan de mensen van vandaag. Want ik weet dat wat jullie doen is voor het verleden, de heling van het verleden, wat wij nu met elkaar in het heden tot betere relaties en tot die werkelijke vrijheid kunnen komen en voor de toekomst. Caitlin, wil jij beginnen een paar woorden te spreken? Verandering. Verandering en licht. Ashe. Jullie mogen allemaal Ashe zeggen, want daarmee zeggen we, we dragen jullie woorden. Verandering en licht. Ashe. Ashe. It's good. All the emotions are allowed. Ik sluit me natuurlijk daarbij aan en ik doe dit ook al lang. Dus ik hoop dat mijn kinderen niet in een wereld of in een Nederland geboren worden waarbij ze nog steeds, waarbij een menselijkheid wordt bevraagd op basis van hun huis. Ik hoop dat zij in een andere Nederland. Ashe. Emoties mogen. Wij, zwarte mensen, hebben geleerd
dat we emoties hebben en emoties werden overgevoelig genoemd. Maar wat is een mens zonder zijn, haar, de emoties? Ashé. Richt het huis opnieuw in. Wees vrij. Plant op vruchtbare grond. Doe het beter dan ons. En ga alsjeblieft verder waar wij gebleven zijn. Ashé. Ik was vorige week bij een kinderprotest, georganiseerd door kinderen, voor kinderen uit groep 7 in Diemen. En aan de ene kant was dat super schattig en krachtig, maar diep van binnen dacht ik wel van ja, het is eigenlijk schandalig dat dit moet gebeuren. Dus mijn wens voor die kinderen is dat ze geen protesten hoeven te organiseren, dat ze gewoon vrij kunnen zijn, in liefde en plezier kunnen opgroeien. Maar wel met het besef dat degenen die hun zijn voorgegaan, eeuwenlang strijd hebben gevoerd en unbreakable zijn. Ashé, er is geen manier anders dan elke keer als we ergens mee beginnen, dat we onze voorouders danken. Dat we hier mogen staan. Er is geen andere manier dan te weten dat we een verleden hebben, een heden en een toekomst. Natasja vroeg respect. Maar als we kijken naar het woord respect betekent. Natasja, het woord respect betekent kijken naar het verleden. Het verleden kennen en van daaruit met eerbied elkaar bejegenen. Respectare. Voorouders, zegen deze mensen. Het Allerhoogste, zegen deze mensen. En we weten dat het nog niet klaar is, dat jullie doorgaan met wat jullie moeten doen. Jullie hebben een opdracht gekregen. Jullie hebben allemaal ernaar geluisterd, maar jullie weten het niet. Maar die opdracht heb je wel gekregen. En jullie doen het fantastisch. Ga door. En alle mensen die luisteren en alle mensen die kijken, we doen het met elkaar. Dank jullie wel. Wel, Glenn, ja. Ik hoop dat ik, Dankjewel. En van dit moment, waarop we eigenlijk de avond neer hebben gezet, op een goede manier, voel ik me eigenlijk nog krachtiger in het zijn. We zijn iets goeds aan het doen vanavond. En iets goeds wat ook is gebeurd, is iemand die iets gecreëerd heeft. En die creatie wil ik met jullie delen hier vanavond. Het gaat om een creatie van Dean Bowen. Samen met Rauwkost Collective heeft hij een korte film gemaakt, deze dichter. Gebaseerd op een gedicht van hem, artikel 1. En de film heet Aan allen die zich hier bevinden. Laten we daarnaar gaan kijken. Allen die zich hier bevinden, worden in gelijke gevallen anders herinnerd. Particuliere geschiedenissen die voormoeders bewaarden in de holten, verborgen achter hun navel. Is het niet daar dat we leerden van onze lichamen een strijdgrond te maken? Hoe ketens het gereedschap van een brute economie? We waren handelswaar. We waren handelaars.
wisten niet van de belofte die we toekomst zouden noemen, maar nog steeds lekt iets leeg in de bodem die we delen. En we weten niet de namen van de nachtmerriejaren. We streken ze gelijk met onze zonden glad. Gaven ze geen plek in het gedeelde archief, geen rouwranden rondom vergulde tijdspannen en wisten daarom niet hoe wij vervlochten in elkaar. Omdat wij hierheen gekomen. Omdat de schoolboeken niet. Omdat we ander leed herdenken. Omdat het al zo lang geleden. Omdat panden achter de boompjes. Omdat de kerk in het oude noorden. Omdat Koopstad en Rogussen. Omdat het West-Indisch huis. Omdat bommen ook de stenen deed vergeten in Rotterdam. Omdat de sporen nog in ons. Omdat we lang nog niet geheeld. Omdat we de schuld niet willen dragen. Omdat we deelgenoten zijn. Omdat er meer van ons te maken is dan wat ons overkwam. Omdat we samen in de stad. Omdat we samen in het land. Omdat we weten van het belang van het breken van de ketens. Omdat er geen excuses. Omdat die ook niet meer verwachten. Omdat we met elkaar vooruit. Omdat we samen zullen zijn. Omdat de voormoeders zingen. Omdat de echo's in onze botten. Omdat ik van je hou. Omdat ik nergens naartoe. Omdat nog altijd de ketens. Omdat we zoveel kunnen leren. Omdat we zoveel moeten leren. Omdat we zo verdoemd moe. Omdat de zeurende bij. Omdat we allen onze lasten. Omdat we daarin niet alleen. Omdat we niet langer vergeten. Omdat de lessen geleerd. Maar Gerda, het is toch hartstikke leuk om Zwarte Piet te zijn, Ido. Het is helemaal niet leuk. Ik wist het echt niet dat je het zo erg vond, hoor, Gerda. Jij en ik, omdat ik en jij, omdat wij en zij, omdat hen en ons, allen die zich hier bevinden worden in gelijke gevallen anders herinnerd, zou ons reden moeten geven om te zeggen, gelukkig maar. Ik ga toch even naar de maker hierachter. Dien, ik ben eigenlijk sprakeloos, maar ik denk dat de meesten dat wel hebben. Wat is jouw drijfveer? Waar vind jij je kracht uit? En trouwens, dank je wel hiervoor. Ik ben. Ja, dat.
Ik heb hem al een aantal keer gezien, maar dit is dan weer anders. Ik weet niet of ik daar een helder antwoord... Wat voel je nu trouwens? Vandaag is sowieso een hele emotionele dag altijd. Mm-hmm. Maar ik denk op een andere manier dan mensen misschien verwachten. De wijze waarop ik Ketikoti altijd beleef is als een nog steeds voortdurende aanroep om verantwoordelijkheid te nemen. Om te blijven herinneren. Om elkaar te blijven herinneren. En om verhalen te blijven vertellen. Uiteindelijk geloof ik dat verhalen een van de belangrijkste ruilmiddelen is die we hebben. Om tot elkaar te groeien. Om met elkaar te groeien. En elkaar te kunnen helpen uit mechanieken of situaties waarin we misschien vastzitten. En ik denk dat ik Nederland heel lang en nog steeds als heel veel vastgeroest ervaar. Maar ik geloof in ons, omdat ik moet. En dat is je drijfkracht? Dat is de drijfkracht. Dat is hem. Ja. Mooi. Dank je wel. En die krachten hebben we hier ook. Ja, we hebben ze net al gezien. Glenn heeft ze ingezegend. De harde kern van Kick-Out Zwarte Piet. De mensen die voor ons strijden. Die toch iedere keer weer die barricades opgaan. Ik wil ze hier naar voren roepen. En ik begin bij een dame, Naomi Pieter. Ben je er, Naomi? There you are. Neem plaats. Ga zitten. Ik ken Naomi als een relaxed, sprankelend persoon. Iemand die ik altijd last minute kan bellen als mijn show weer leeg is. Als ik niet iemand kan vinden om te praten over moeilijke onderwerpen. En dan zit Naomi klaar. Geen discussie gaat ze uit de weg. En met haar organisatie Black Queer Trans Resistance maakt ze iets bespreekbaar dat voor ons allemaal heel erg belangrijk is. Ook voor de kinderen van morgen. Om ervoor te zorgen dat ze zichzelf kunnen zijn. Dank je wel dat je hier bent, Naomi. En dan wil ik naar voren roepen ook Mitchell Esaias. Onze whiz kid eigenlijk. De kennis wizard. De man achter Black Archives. Altijd relaxed ook. Altijd iemand die klaar staat met een woord. Altijd iemand die me net dat ene boek kan aanwijzen wat ik nog niet had gezien. Of die me kennis bijbrengt zonder me in verlegenheid te brengen. Dank je wel dat je hier bent. Elvin Richters. Bij Elvin denk ik altijd, konden alle mensen maar zo zijn, weet je? Iemand die gewoon warmte binnenbrengt in een zaal. Maakt niet uit waar je naar binnen loopt. Ik krijg een glimlach op mijn gezicht. Dank je. Een man van heel veel ambities. Een man die kan acteren, regisseren. Die de politiek ingaat. Die aan tafel schuift bij de mensen die het voor het zeggen hebben. Dat is Elvin Richters. Dank je wel dat je hier bent. Om in verlegen. Caitlin Schaap. Bescheidenheid zelf. Ga zitten. Caitlin, sprankelend en zo bescheiden. Je bent eigenlijk een beetje zoals de zon 's ochtends opkomt. Als je denkt, wordt het weer een nieuwe dag? En daar is hij weer. Zo subtiel. En toch daar. Dank je wel voor je mooie gezang, trouwens. En dank je wel dat je hier bent. Jerry Afrië. Ik hoef eigenlijk niet heel veel te zeggen bij Jerry Afrië, maar wat ik altijd bewonder bij Jerry is, hij neemt overal de tijd voor. Overal. Ik belde hem een keer, in tranen eigenlijk, in een emotie. Ik wist niet hoe ik eruit moest komen. Ik werk bij de NTR en de NTR heeft heel lang Zwarte Piet in stand gehouden. Tot mijn frustratie en ik wist niet wat ik daarmee moest. En ik belde Jerry en ik vroeg hem, Jerry, wat moet ik doen? En Jerry zei, schrijf het op. Spreek je uit, maar alles op zijn tijd. Met geduld
en strategie. Dank je wel dat je hier bent. En hier aan tafel gaan we praten over de toekomst. En we gaan open hebben over waar we naartoe willen en hoe we dat willen doen. En Mitchell heeft mij gevraagd om dit gesprek te leiden. Ook om te kijken hoe we bepaalde misverstanden uit de weg kunnen helpen. Eerst wil ik van jullie weten, hoe hebben jullie de afgelopen weken beleefd? Wie wil aftrappen? Oké, zo. Is het Nederlands of Engels? English? Nederlands, Nederlands? Of zijn er mensen die... Oké, I normally speak English, maar het is oké. De afgelopen weken, jeetje. Hebben we even. Het is echt onwerkelijk hoe de afgelopen periode is gegaan. Ja. Normaal zitten we in deze periode in een soort van storm in november. En nu was het ineens in juni. En... Dus dat is elkaar organisatie, dat is een beetje vreemd in het jaar. Het is een hoopvolle tijd, maar ook een soort van pijnlijke, emotionele, traumatische tijd. Mm. Een tijd waarin, weet je, we hebben zo lang staan schreeuwen, huilen, schrijven, zingen, noem het maar op, dichten. Over onze pijn, over onze realiteit. En het is gewoon te gek voor woorden dat het ineens is veranderd. Ineens begrijpen mensen het. Ineens hebben mensen het licht gezien. En aan de ene kant denk ik, really? Nu pas? Nu pas na al die jaar? Nu pas na alle demonstraties? Nu pas? Maar tegelijkertijd denk ik, welkom. And are you ready? Are you ready to get down and get dirty? Are you ready to do the real work? Are you ready to go beyond, weet je, een hashtag of een foto of een momentje op de demonstratie? Are you ready? Because I need you, we need you. Want de volgende stappen moeten gezet worden. En de volgende stap is niet alleen opdagen bij een demonstratie. Je bent niet alleen één dag antiracist, je bent dat voor altijd. Elke dag. It's a dirty work, it's a hard work, it's soms echt ondankbaar werk. Maar in de long run, zullen we allemaal in een Nederland wonen waar we echt met z'n allen in willen wonen. Want volgens mij is dat nog niet zo. Maar dat is de afgelopen tijd. Thank you for my TED Talk. Wow. Ik denk dat je het niet beter had kunnen verwoorden. En ik vraag me ook af, hè, nu we op dit kruispunt staan. Want het is het zoals jij het ook beschrijft. Hoe ervaren jullie dat, dit kruispunt? Of ervaren jullie het niet zo? Ik ervaar het niet echt specifiek als een kruispunt. Ik ervaar het meer als de vooravond van... Ik heb vaak wel gezegd, het is een historisch moment, maar het is de vooravond van een historisch moment. Het moet nog blijken of we het echt, wat Naomi zegt, in ons hebben om het historie te maken. Om met elkaar die verandering leefbaar, voelbaar te maken in de samenleving. Dus ja, het is nog heel... Ik denk dat wij ook, doordat we jarenlang deze strijd hebben geleverd, en onze voorouders natuurlijk... dat we daar misschien ook nog wat sceptisch in staan. Want we hebben veel beloftes te horen gekregen de afgelopen 400 jaar... Dus het is nu tijd om die beloftes waar te maken. En dat zal blijken welke route we zijn ingeslagen. Het is ook belangrijk om gefocust te blijven. Maar hoe hou je die focus vast? Als je toch al die discussies om je heen... de manier waarop iedereen heeft een mening hierover. Hoe houden jullie die focus vast? Mitchell. Ja, kijk naar jou. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet altijd de focus heb weten vast te houden, zeker de afgelopen maand. Maar ik denk het belangrijkste is dat je altijd gewoon het grotere plaatje probeert in gedachten te houden. Yeah? It's not about you, it's not about us, it's not about individuals, it's about the bigger picture. Yeah? Het gaat om de strijd van de voorouders en vooral de volgende generatie. Dat is wat ik vooral in gedachten probeer te houden. Heel praktisch, soms moet je uit de WhatsApp-groep stappen, omdat mensen te veel, weet je, onzin praten. Soms moet je even je telefoon uitzetten. Soms moet je gewoon wel even op tijd naar bed gaan en niet tot 3 uur in de nacht blijven doorrammen. Dus goed eten, al die dingen dragen bij.
om je balans te bewaren in dit soort turbulente tijden. Maar laten we focussen op KOZP, Kick Out Zwarte Piet. Want dat is waarom we hier ook zijn vanavond, om ook daarover te praten. Voor veel mensen is het soms onduidelijk waar KOZP voor staat. Jerry, jij bent een van de mensen van het eerste uur. Kun je voor de mensen die het nog niet goed op hun vizier hebben uitleggen, waar staat KOZP voor? Misschien even een paar stappen terug. In 2010 heb ik ergens een, was eigenlijk hiphopfeest. En ze hadden me gevraagd, wil je iets zeggen? En toen dacht ik van, ja, we zitten in november, dus dan ga ik gewoon over Zwart Piet hebben dat niet kan. En na afloop kwam in kennis die inmiddels een goede vriend is, Raoul Balai. En die zei tegen me, hey, zullen we gewoon mensen bij elkaar brengen die ook voelen dat Zwart Piet moet veranderen. En zodoende kwamen we in januari 2011 bij elkaar. En uit dat conversatie kwam voort Zwart Piet is racisme campagne en Zwart van Roet tentoonstelling. Is maar één keer geweest. Volgend jaar is het 10 jaar. We zijn nu bezig om het zeg maar opnieuw te doen. En met de campagne zijn we eigenlijk in het land gaan, met iedereen praten. We waren ook bij zomercarnaval, hadden we Zwart Piet is racisme shirt. Gingen we gewoon eigenlijk daar staan met kleedje en t-shirt en spuitbussen. Mensen keken ons aan van, is dit een ludieke actie, grap? Zei ik van, nee, dit is geen grap. Dit is gewoon real. En zodoende, hele zomer, eigenlijk honderden mensen gesproken. Als er niet duizenden mensen waren. En in 2011, zoals velen misschien weten, werd Quincy, Gario en ik gearresteerd. Heel broed. Eigenlijk later is uit alle rapporten gebleken dat we gewoon echt dat het te gewelddadig was, buitenproportioneel. Ik werd in een steegje meegenomen, kreeg knieën en van alles en zo van de politie. Quincy werd gesleept met alle gevolgen van dien. En toen begonnen mensen te geloven dat we iets hadden, dat we mee iets konden bereiken. En, want daarvoor waren we te soft. De mensen kwamen van, ah, jullie willen praten, wat is dat? En, maar dan kom je verder, 2011. En nu inmiddels ben je 2012, 2013. En er ontstaan verschillende groepen die op hun manier, want je hoeft niet één toko te hebben, zeker niet als je met veel koppige monsters te maken hebt. En, maar uiteindelijk wilde de community dat we wel krachten gingen bundelen. Dus zodoende heb ik gezeten met Mitchell en Kunta. Ja. Zij zaten beide bij Zwarte Piet niet. En toen hebben we gezeten van laten we die krachten bundelen, zodat wij in november niet versplinterd acties hebben, maar gewoon één actie waar iedereen weet wat die aan heeft. Is zo Kick Out Zwarte Piet ontstaan? Ja, in 2014. Okay. Dat was in januari en onze eerste actie was in Gouda. En de rest is history. En eigenlijk zijn wij ontstaan, maar we hebben een helder doel gehad. We wisten, Zwarte Piet is in het meest zichtbare vorm van institutioneel racisme. En dat wilden we gewoon niet iedere jaar mee geconfronteerd worden. Dus inzet was gericht op Zwarte Piet, afschaffing van Zwarte Piet. En zolang het niet afgeschaft is, zouden wij, en dat doen we nog steeds bij de intochten, onze stem laten horen. Precies, zo kennen we ook Kick Out Zwarte Piet. De borden, de protesten en alles. Je beschrijft eigenlijk een enorme lange periode. We zijn nu in 2020. Waar staat KOZP vandaag de dag voor? Ik wil alleen nog een hele kleine toevoeging doen. Doe, Mitchell. Toch, tuurlijk. Details, als je het hebt over dit soort dingen, geschiedenis, is het wel belangrijk om bepaalde dingen ook even te noemen. Inderdaad, zoals Jerry aangeeft, verschillende mensen kwamen bij elkaar. Maar naast Jerry, Kunta en ik waren een aantal mensen ook aanwezig. Of misschien iets later erbij. Kitty Balker van Zwarte Piet Niet.
Jessie de Abreu. En samen hebben heel belangrijk, de vrouwen. Vergeet de vrouwen niet. Het is belangrijk om inderdaad niet de vrouwen uit de geschiedenis. Daarom heb je Mitchell. Te schrijven. Ik ben ze niet vergeten. Ik heb puur over de eerste uur mensen die bij elkaar kwamen. Heel goed, heel goed. Maar we vullen elkaar aan. Bij de tweede meeting kwamen ze. Heel goed, heel goed, heel goed. Kleine toevoeging. I like it. Maar waar staan we nu? Waar staan we nu met KOZP? Ja, ik heb Elvin nog niet gehoord. Dus misschien... Elvin, waar staan we nu? Bring it on. Ik wil nog even, ik vind dat Jerry nog even moet meedelen dat onder zijn begeleiding vandaag een kleine revolutionaire daad heeft plaatsgevonden. Waar kwam je ook weer vandaan net, Jerry, je zoon? Ja, ja, we hadden het over de toekomst dus. Ja. Vandaag hadden we gesprek met Kamerleden. Voor het debat in de Tweede Kamer, maar ik moest op een gegeven moment vroegtijdig verlaten, omdat ik moest snel naar diploma uitreiken van mijn zoon. Je zoon, wauw! Oh. Op een gegeven moment heeft hij ook zijn diploma van me afgepakt van, het is van mijn papa. Zo heel trots goed. Ben ik op. En kleine toevoeging, omdat ik heb nu voor de eerste keer in mijn leven meegemaakt dat een kind geslaagd is en niet te maken heeft gehad op school met kansenongelijkheid, een zwarte kind. En dat vind ik heel mooi en dat geeft me energie om juist dit voor te zetten, zodat alle Nederlandse kinderen die kans krijgen. Daar gaat het om. Dankjewel. Mooi. Waar staat KOZP vandaag? Kijk, voor ons is het altijd al gegaan over institutioneel racisme. Okay. Er is KOZP wel eens verweten een one-issue partij te zijn. Of waarom gaat het altijd over Zwarte Piet? En dat is een symptoom. Maar voor ons ging het altijd al daarover. Dus ik denk dat we vandaag de dag... dat het niet KOZP is die die transitie aan het maken is naar het breder gesprek. Maar people gotta catch up. Ik denk dat het de mensen hopelijk nu duidelijk wordt van wij hebben eigenlijk altijd al dat breder gesprek willen voeren en gevoerd. Maar daarbij merkten we dat... als je zo'n blatant symbool, wat zo in de openbaarheid is, als je dat nog niet snapt, ja, dan hoe kunnen we dan beginnen over de complexere materie? Van institutioneel racisme. Ja. Dus jullie pakken een symptoom eigenlijk van dat institutioneel racisme. Dat begrijp. Ja, we merkten natuurlijk dat als je aan die boom schudt, aan die traditie, dat... dat dan alles vanzelf boven kwam drijven. En hoe verhoudt dat zich? Want we zitten nu in een tijdperk waarin Black Lives Matter... Dat ben ik net op gaan hoe weg. Verhoudt dat zich tot elkaar? Als ik daar heel kort op iets wil zeggen... Ik ben dus ook een van de mediawoordvoerders. En dan wordt er inderdaad aan mij gevraagd... Goh, Naomi, hebben jullie nu contact met Black Lives Matter in Amerika? Krijgen jullie nu berichten? Zitten jullie in een WhatsApp-groep? Is dat zo? En ik heb zoiets van, besef je niet of weet je niet of volg je de strijd niet, die is sinds 2011, 2010 begonnen. Voordat er een hashtag was. En institutioneel racisme, kijk als Zwarte Piet, ging altijd over Black Lives Matter. We staan daar altijd, en alleen we zeggen het in andere woorden. En het lijkt dan alsof een soort van illusie is ontstaan, alsof er nu opeens gaat alles over Black Lives Matter. Mm. En denk ik, yo, heb je al die tijd niet naar ons geluisterd? Tegen wie hebben we staan praten? Ben je opeens vergeten waar alle discussies en gesprekken over gingen? Ben je opeens alle artikelen vergeten, boeken? Mm. Opeens is het Black Lives Matter, we zijn een Nederlandse realiteit vergeten. Ja. Er zijn zelfs mensen die zeggen... Sorry hoor. Ja, maar dat gaat over Amerika. Dit is Nederland. Ja, maar willen we wachten tot het net als in Amerika wordt? Willen we daarop wachten? Willen we op al die doden wachten? Mm-hmm. 1 dood is al te veel. Mondi is dood. Door politiegeweld hier in Nederland. Hoeveel Mondi's willen we hebben? Willen we elke dag? Willen we elke maand eentje hebben? Tony. 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 Mondi is de broer. Sorry. Tony is Tony Holton.
Maar wat ik ook proef in dit, en dat is heel goed dat je het zegt, en daarom zitten we met z'n allen hier, we praten met z'n allen. We hebben over de beweging die jullie eigenlijk willen maken en die wij allemaal hier ondersteunen. En tegelijkertijd merken we dat er ook spanningen zijn. Tegen welke spanningen lopen jullie bijvoorbeeld op? En jij uit je net en je zegt, ja, we waren eigenlijk hier altijd al mee bezig, maar blijkbaar zijn er mensen die het nog niet helemaal goed begrijpen. Lopen jullie tegen dit soort dingen ook op? Los, het is een beetje de romantisering van Amerika. En dat hebben we gewoon heel veel. We romantiseren een bepaalde iets en vergeten de realiteit hier. En vergeten de mensen die al zo lang vechten voor hetzelfde punt. Ja. Goeie toevoeging. Goeie toevoeging. Maar als je kijkt nu naar ook de realiteit en de spanningen die jullie ook ervaren. Je hebt bijvoorbeeld mensen die zeggen, ja, er is ook sprake van opportunisme. Sprake van mensen die het niet helemaal eens zijn en je ziet versplinteringen. Je ziet mensen die bijvoorbeeld nu pas aanhaken, waarvan je denkt, misschien had jij een andere agenda eerder. Hoe kijken jullie daarnaar? Laten we gewoon over die roze olifant in de kamer praten, toch? Nou, niet mijn jurk. Persoonlijk, als het bijvoorbeeld gaat bij mensen die laten aanhaken, denk ik van, ik was misschien 10 jaar geleden, of langer, was ik natuurlijk ook niet hier waar ik nu ben. Dus ik respecteer ieders proces daarin. Mooi. Als het daarover gaat. En wat spanningen betreft. Kijk, er zal bijvoorbeeld ook in de zwarte gemeenschap zijn er volop discussies. Ik zie dat als een prachtig bewijs van emancipatie. Wij zijn veel verder in dat gesprek. Dus dan ga je dat krijgen. Mm-hmm. Dat mensen het debat daarover is volop gaande. Ja. Maar hoe gaan jullie daarmee om? Hoe praat je met elkaar? Zoek je toenadering? Hoe doen we dat? Ik denk ook dat het over een besef. We waren vandaag bij de Tweede Kamer, bij wat Tweede Kamerleden op bezoek. En in de Tweede Kamer zitten eigenlijk bijna alleen maar witte mensen. Die allemaal een andere achtergrond hebben en een andere mening, een andere ideologie en politieke visie. En als zwarte mensen word je eigenlijk altijd, en bruine mensen, mensen van kleur in Nederland, word je eigenlijk neergezet als een homogene groep. Als één groep die op één manier denkt. Mm. En ik denk dat we daar nu zijn, dat we dat gaan erkennen. Van hé, er zijn heel veel verschillende stemmen, ook in onze gemeenschap, die ook allemaal ruimte verdienen daarin. En daar kunnen we met elkaar over in gesprek gaan. En in die eerste fase is dat ook lastig. En dat is ook iets waar ik persoonlijk mee om probeer te gaan. Maar ja, daar moeten we met elkaar, dat is heel goed denk ik, als we daar met elkaar ruimte voor creëren. Als het over spanningen en dat diversiteit binnen de zwarte gemeenschap, is één ding wat ik denk ik wil toevoegen, dat weet je, als je het hebt over activisme, emancipatie, is het inderdaad een proces. We hebben het vaak over institutioneel racisme als hele abstracte dingen, maar het gaat ook over individuele processen. Ja, als ik kijk naar ons allemaal, om het op mezelf betrekken, 5 jaar geleden was ik ook niet waar ik nu sta. Ja, als je het hebt over kwesties zoals intersectionaliteit, maar zelfs kwesties zoals zwart radicaal denken. Ja, het zijn ook historisch gezien altijd verschillende visies geweest. Van Marcus Garvey ten opzichte van W.E. Du Bois, Martin Luther King ten opzichte van Malcolm X, Rosa Parks. Dat zijn slechts enkele voorbeelden. En ja, dus aan de ene kant hebben we de strijd tegen witte suprematie, dat systeem, het beest. Maar tegelijkertijd hebben we binnen onze eigen communities natuurlijk ook die processen gaande. Ja. Die deels vanuit het kolonialisme komen. En ja, dat is soms wel een uitdaging, omdat ook wij niet stilstaan. 5 jaar geleden was het een andere samenstelling, maar ook een andere manier van denken. En het is een proces waar we middenin zitten. En ik kan me voorstellen dat dan bijvoorbeeld zo'n uitnodiging van Mark Rutte, onze premier hier in Nederland, die dan zegt, nou, ik wil graag het gesprek aangaan en ik lees de krant en ik zie daar hele andere partijen zitten. En ik denk, waar is Kick-Out Zwarte Piet? Ik was een beetje verbaasd, eerlijk gezegd. Hoe keken jullie daarnaar?
Toch? Ja, we hebben daarover ja. Natuurlijk een mooie, we hebben een mooie statement naar buiten gebracht daarover. Yeah. Wie wil dat even toelichten, ons statement? Licht het toe, doe maar. Vertel. Ja, we zagen het kijk, opportunisme is Rutte natuurlijk niet vreemd. En we zetten er wel vraagtekens bij. In die zin, kijk, voor ons kwam het op dat moment over als van, nou, dit is een fotomoment, een moment voor de pers. En ook als we zagen wat een beetje de bedoeling van het gesprek was. Dacht ik bij mezelf, las ik, en dat is iets wat we wel vaker tegenkomen als je met witte instituten in gesprek gaat, dacht ik, oké, is hij daar pas? Hij wilde een gesprek over hoe we het gesprek moeten voeren in de samenleving over racisme. Dus, okay. Dus dat, ik voelde me op dat moment als ik de nieuwste iPhone was die met een Nokia 3310 probeert te communiceren. Dat is soms ook frustrerend. Ik kan me heel goed voorstellen. Want ik dacht, nou... Ik kan alleen maar Snake spelen. Precies. Nou, maar echt. En ik dacht, oké. Misschien is dit wel goed. Nu weten we waar jij bent. Mm-hmm. En misschien moeten we je wat huiswerk opsturen. En als je klaar bent... Dan komen wij. Kom dan het gesprek aan. Ik snap het. Het is beschreven ook door Francisco Jole niet zo lang geleden op Radio 1. Dat vond ik wel interessant. Hij zei, hij haalde Asterix en Obelix aan. Wat er altijd gebeurde was dat de Romeinen dan naar een van de leden van een community gingen die heel, heel graag de leider had willen zijn, maar dat niet was. Om daar vervolgens mee te onderhandelen. Om zo weer onrust binnen die groep teweeg te brengen. Hoe kijken jullie daarnaar? Is dat iets... Ja. Heeft Francisco Jole daar een punt? Voor mij was het gewoon verdeel in je strategie. Mm. En dat was eigenlijk het gevolg van die actie om mensen te handpicken. Van, ik praat met jullie, want laten we eerlijk wezen, als de vakbonden gaan protesteren, en dan gaat Rutte ook niet medewerknemers uitnodigen om in gesprek te gaan. En daarnaast vind ik ook... hoe ook went of keert, iemand zei me ooit van, we leven op een verkapte plantage, Nederland, weet je. En wat mij heel snel opkwam is dat de plantagehouder merkt dat hij in opstand is op zijn plantage en hij dan vervolgens gaat kiezen met wie hij daarover gaat hebben. Mm. Maar die opstand is niet, we weten allemaal waar die opstand vandaan komt. Dus ik denk dat het was zeer kwalijk. Maar het heeft, en ik denk dat als je de historie een beetje goed kent, dat je dit echt eigenlijk onacceptabel is. Dat hij op die manier heeft gedaan. Omdat, en als wij dat toestaan, en dan doen we heel veel werk teniet. Duidelijk. Mag ik iets daaraan toevoegen? Ja, tuurlijk, altijd. Mag ik alleen toevoegen, shout-out naar alle mensen die het doorhadden. Shout-out naar alle mensen die ons berichten stuurden, op Facebook zich uitspraken. Shout-out naar alle journalisten die gelukkig eindelijk scherp zijn en vragen stelden. Dus ik wil even shout-out gewoon naar de gemeenschap. Dat we zo ver zijn gekomen dat jullie het ook zien. Ja. Dank je wel. En over die gemeenschap en over die achterban gesproken. Ik heb begrepen dat jullie met die achterban, met die mensen willen praten. Wat zouden jullie graag van ze willen weten? Nou ja, over shout-outs gesproken. Hè. Wij zitten hier nu aan tafel, maar wij zijn niet alleen KLZP. In de afgelopen jaren zijn we gegroeid van een paar mensen uit met name Amsterdam, Zuidoost en Rotterdam. Tot een landelijke beweging. Zelfs tot aan Groningen. Rotterdam, pas ja, ik hou van Rotterdam. Ik hou van Rotterdam. Maar goed, we hebben nu gewoon lokale commissies. Mensen in verschillende steden van Leeuwarden tot Groningen tot Eindhoven. Die de afgelopen jaren strijd hebben geleverd in Den Haag. En zij doen
underground werkt. Hè? Dus dat wil ik ook erkennen. Het gaat niet alleen om ons, maar zeker ook om die mensen. En daarom vonden we het ook een plicht, een verantwoordelijkheid om niet gierig aan tafel en heel blij te gaan zitten met Rutte of andere politici. Maar eerst met die achterban in gesprek te gaan en met hun te kijken, oké, maar wat willen we, wat wordt onze visie, welke eisen willen we op tafel leggen? Ja. Wij geloven in the power of the people, niet in the power van politici die na een paar jaar weer ergens anders zitten. Dus we willen eerst met hun in gesprek gaan, een manifesto opzetten en vervolgens het gesprek dan aangaan aan tafel, met de politici. Maar ben je dan niet bang bij zo'n groot gesprek met al die meningen, al die visies, dat je de focus toch weer kwijtraakt? Hoe hou je dat allemaal bij elkaar, Caitlin? Ja, je wilde toch al antwoord geven. Ja, dat is denk ik ook een proces. Dit is nieuw voor ons. Een nieuw terrein. Ik denk dat dat ook even gezegd mag worden. En dat we leren gewoon ook heel veel in deze periode. Mm-hmm. En de reden dat we voor deze volgorde kiezen is ook omdat er wordt vaak gezegd, de discussie is heel erg Randstad georiënteerd. Ja. Maar er zijn heel veel mensen van kleur die ook buiten de Randstad leven. Absoluut. En die misschien nog wel op een scherpere manier op alledaags te maken krijgen met racisme. En die hebben ook echt die ondersteuning nodig. En die voelen wat daar nodig is op die plekken. Ja. En daarom willen we heel graag dat gesprek aangaan. Om ook vanuit KZP hebben we waarschijnlijk ook blinde vlekken die gaan over beleid over heel Nederland. En hoe we dat gaan doen, daar zijn we. Dat is een proces. Dat is een proces. Ja, en laten we beginnen dan vooral ook. Want we hebben zowel hier mensen in de zaal zitten, maar we hebben ook mensen online. En Anna, heb ik begrepen, jij houdt dat allemaal heel erg bij daar online. Zijn er al vragen binnengekomen of opmerkingen? Of nog niet heel heftig? Dan beginnen we hier gewoon in de zaal. Ja. Ja, sorry. Oh, even kijken hoor. Ik heb wel al, er gaan heel veel, sowieso bij de shout-out, de shout-out gebeurde ook op Facebook. Dat zijn allemaal heel hartjes goed. En liefde. Super. En er zijn natuurlijk ook sommige mensen boos op Facebook, maar dan zijn er ook mensen die dan weer antwoorden. Wat handig dat mensen in de comments ter plekke het bewijs leveren dat racisme nog steeds voorkomt in Nederland. Dan hoef ik daar in ieder geval niet meer aan te twijfelen. Dat lost helemaal vanzelf op. Zelfcorrigerend vermogen gaat hartstikke goed. Ik heb hier één vraag ook alvast via Zoom. Waarom zit Kick-Out Zwarte Piet niet in de politiek? Dat is een interessante vraag. Persoonlijk, ik ben een beetje bekend met de politiek. En ik moet wel zeggen dat, kijk bijvoorbeeld vandaag, ik las overal, in de Tweede Kamer is een racisme-debat. En dat is een beetje inherent aan het probleem van de Nederlandse politiek. Want alles is een debat en men denkt dat racisme nog een debat is. Maar over racisme kan je niet debatteren. Nee, want daar heb je een mening voor nodig. Precies. En een mening, ja. Nee. En alsof je het Nederlands, ik moet zeggen dat het Nederlands poldermodel leent zich niet goed voor zulke dingen. Omdat als mijn uitgangspunt is gelijkwaardigheid en jouw is uitsluiting en we komen ergens in het midden uit, dan heb ik een soort beetje racisme of zo, een beetje uitsluiting. Dus, want in het, ja, weet je, het Nederlands. Dus ik hoop ooit op een dusdanige systeemverandering dat we opnieuw durven kijken of dit systeem nog werkt of het nog van deze tijd is. Ja. En dat we van het gepolder afkomen. En wellicht dan, maar ik hoop eigenlijk dat we dan niet meer nodig zijn. Dus eerst het systeem en dan eventueel een politieke partij. Ik zou iets willen aanvullen. Allereerst, ik denk dat iedereen heeft zijn of haar taak om te vervullen. En ik denk niet dat, want eigenlijk, we krijgen zoveel aanwijzingen welke kant we op moeten. Ja. Weet je, die ene dag
moeten we politiek in de politiek. Die andere dag moeten we film gaan maken. En de andere dag moeten we een school gaan openen. Ik snap dat allemaal. Maar uiteindelijk, je bouwt een huis, zeker een huis waar meerdere mensen gaan wonen, bouw je niet in je uppie. Iedereen heeft zijn of haar rol. Ja. En in die hoedanigheid denk ik dat ik heb niks te zoeken in de politiek. Omdat het zou gewoon zijn, welkom Jerry Frier. Nou, tot ziens Jerry Frier, want ik zie al gebeuren dat ik kan me beter vinden in mijn rol die ik nu kan vervullen om een bijdrage te leveren aan de toekomst, dan als ik in de politiek zou zitten. Denk, iedereen zijn kracht, maar ik wil zeker wel zeggen, alle mensen die wel ambities hebben ja. om in de politiek te gaan, en zeker die gedecoloniseerde minds die daarin willen gaan, zou ik zeggen, doe het als je het voelt. Doe het, want we hebben mensen nodig op verschillende plekken, om samen tegen de veelkoppige monster te kunnen opboksen. En ik, er staan een paar, ik kan zo uit mijn hoofd, komen er echt al vele namen van gruwelijke zwarte vrouwen voorbij, die volgens mij prima in die voor politiek, mij staan, precies, kunnen. Waarvan ik denk van, nou... Die zouden wel korte met te maken met een Oké, nou ja, misschien dat mensen nu zitten kijken geïnspireerd raken ook. En overigens, voor de mensen die nu online zijn, stel ook gewoon vragen. En er staat hier achter mij ook een microfoon. Dus mocht je nu zitten met een brandende vraag en denk, nou, die wil ik er even ingooien van opmerking. Voel je vrij om eventjes achter deze microfoon plaats te nemen. Of even te gaan staan en dan je vraag te stellen. Niet verlegen zijn. Nou, ik wou één dingetje toevoegen aan wat die het voordeel is te zeggen, wat ik het helemaal mee eens ben. Ik denk dat je altijd een onderscheid moet maken tussen activisten en politici. Ja, activisten zijn er om dingen te agenderen, druk te zetten op politici en andere instituten. En politici zijn er om dingen dan te vertalen naar beleid of ook opinie te beïnvloeden. We hebben vanmiddag dus een gesprek gehad met een aantal politici, Kamerleden. Was ook de eerste keer dat dit heeft plaatsgevonden. En hoe ging dat? Vanuit ons. En een van de dingen waar we wel voor hebben gepleit, is dat het natuurlijk belachelijk is dat we in een land leven met meer dan 500.000 à 600.000 Afro-Nederlanders. Maar dat er geen enkel Afro-Nederlands Kamerlid is. Dus we hebben bij al die partijen wel gepleit dat er Afro-Nederlandse politici op verkiesbare plekken moeten komen. En niet alleen voor de show, hè, als een soort van tokens, hè, maar mensen die wel serieus genomen worden, die deze punten die wij met velen op de agenda hebben gezet, ook kunnen vertalen naar beleid, zodat we hopelijk over een paar jaar niet meer nodig zijn. Ja. Ik hoop dat over vijf jaar KZP gewoon niet eens meer nodig is, om eerlijk te zijn. Mooi. Anna, ik blijf naar jou kijken en oogcontact met jou houden. Dus stel dat je zegt, er is een brandende vraag. Ja, ik heb er weer een heleboel. Even kijken, deze. Hoe zien jullie de rol van niet-zwarte mensen in de anti-zwart racismebeweging? Vinden jullie dat niet-zwarte mensen op leidende en beslissende plekken in jullie organisatie zouden moeten zitten? Ja. Zullen we gewoon bij die vraag beginnen? Ja, ja. Dat is een interessante, toch? Naar voorbrengen wat er aan de hand is. Het probleem kan alleen op tafel gelegd worden door de mensen die het meemaken. Dat zien we. Ik bedoel, mannen kunnen niet voor vrouwen gaan praten. En dan moet men ook begrijpen dat witte mensen niet voor zwarte mensen gaan praten. Wij kunnen heel goed, zijn intelligent genoeg om zelf te verwoorden waar de pijn ligt en waar de woede en eventueel ook waar we naartoe kunnen. Ik ben wel van mening dat de oplossing is iets dat we met z'n allen verantwoordelijk zijn ervoor. Dus ik vraag me alleen af als jij bijvoorbeeld je aansluit bij Kick-Out Zwarte Piet, waarom jij vindt dat je in de lead moet staan. Waarom? Wat is je doel om in de lead? Want als ik bijvoorbeeld... En met in de lead bedoel je in de voorhoede, helemaal zo, vooraan. Ik bedoel, wat wij hebben, als ik kijk naar die lokale coördinatoren, zij zijn hun eigen woordvoerders. Ik ga niet woordvoerder worden in Heerlen. Dat is gewoon voor de lokale mensen, want zij kunnen voorbeelden aannemen die ik niet kan, die ik niet naar voren kan brengen. Dus het is niet zo dat we geen woordvoerders hebben die lokaal vertegenwoordigen. En dat is echt allerlei kleuren en soorten.
Maar wanneer het gaat om die kerngroep, hebben we voor gekozen. Want dit is ook een onderdeel van emancipatiestrijd. Dus dat betekent, de representatie die wij missen op zoveel plekken, is superbelangrijk dat we op deze plek dat we kijken van welke mensen in de kern die het kunnen verwoorden en hoe we dat samen kunnen doen. Dus het is meer, het kan zijn dat in de toekomst dat iemand kan daar komen om te zeggen van ik moet daar of wat dan ook. Nee, op basis van dat gaat hem niet worden, want dan betekent je hebt gewoon een agenda. Dus ik en wij gaan niet toelaten dat iemand binnenkomt om van binnen kapot te maken. Dus voor mij is gewoon waar wij hier over hebben, als jij bondgenoot bent, en dan moet je bondgenoot zijn. We hebben gezien in de Civil Rights Movement en andere. Ik ben student van die tijden en ik heb niet geleerd wat ze voor moois hebben gecreëerd. Ik heb gekeken naar wat fout ging, omdat zo kan ik van ze leren. En ik denk juist dat het heel belangrijk is in zo'n emancipatiestrijd, dat als jij niet degene bent die alledaags racisme in dit geval meemaakt en alles, dat je eigenlijk ondersteunend rol moet vervullen. Zoals ik, als ik of bij Stem op een Vrouw waar dan ook ondersteunende rol voor mezelf ziet weggelegd. Dus als mensen zo graag in de lead of vinden van ik moet woordvoerder worden, dan heb ik zoiets van ja, get out of the way met je witte privilege. Nog meer vragen, Anna? Ja. Veel vragen ook over het Sinterklaasfeest dit jaar. Het Sinterklaasfeest, even kijken hoor, ik voeg er even een paar samen. Het Sinterklaasfeest dit jaar wordt hopelijk anders zonder Zwarte Pieten. Veel gemeenten bepalen nu al dat een Blackface Piet niet meer toegestaan wordt. Wat betekent dit? En wat als de lokale wijkvereniging daar scheid aan heeft en dit gewoon toch doet? En dan vraagt iemand daarboven het soortgelijk en die zegt, blijven jullie dan met hen in gesprek? Merken jullie dat ze openstaan, de verschillende gemeenten, om de veranderingen door te voeren? Wat verwachten jullie? Ja, want jullie hadden ook nog de hashtag 2020 Zwarte Piet vrij. En tot nu toe gaat het goed. Ik heb nog geen Zwarte Piet gezien. even kijken. Naomi, wil je het oppakken? Want je keek naar mij. Is dat te trappelen? Nee, maar jij bent die. Jij kan hier het beste antwoord op geven. Ik denk dat. Wat gaan we dan doen? Dat is een goede vraag. Maar ik denk dat jij die het beste kan beantwoorden. Wat ik wel heel tof en heel fijn vond om te horen, ook bij de Kamerleden, is dat zij dus een. Nou ja, ik ga geen promotie doen voor die groepen, voor de partijen. Maar dat een aantal partijen al aangaven dat ze ook lokaal tegen gemeentes moties indienen, zodat de subsidie voor Zwarte Piet wordt gestopt. Nou, we hebben hier iemand in ons midden die dat in Rotterdam voor elkaar heeft gekregen. Dus applaus. Maar dat zijn wel hele mooie signalen. En elke dag komen er steeds nieuwe gemeentes komen er weer bij die inderdaad ook de subsidie hebben gestopt. Dus nou ja, dat is een heel fijn geluid. Dus. Ja, kijk, als wij morgen wakker worden en er zijn geen Zwarte Pieten meer. Geloof me, wij gaan echt niet. We gaan niet huilen of zo van, oh jee, wat moeten we met onze leven? Weet je. We doen dit omdat de dehumaniseren van zwarte mensen, wat al 500 jaar, als je slechts telt mee de Arabische slavernij in Afrika, dan zit je al ruim 2000 jaar, zijn zwarte mensen gewoon vogelvrij in de wereld. En wij, als we zeggen dat we strijden tegen Zwarte Piet, en dat we een feest voor alle kinderen willen zien in plaats van een feest voor alleen maar een deel van de kinderen. Als dat geschiet, waarom zou je nog op de straten opgaan? Het liefste willen we niet eens op de straten opgaan. Iedere keer in november, op die dag, zaterdag, mis ik juist voetbal van mijn zoon. Dans van mijn dochter. Dus, en het is koud. En noem maar op. Dus nee, als wij niet meer hoeven te als geen Zwarte Piet meer zijn, dan houd op. Het is campagne die loopt. Het is geen levensstrijd. In dat opzicht. En er is nog veel werk aan de winkel. Kijk, als je mij vraagt, wij hebben te maken als zwarte gemeenschap met interne problemen en externe problemen. En ik was met Soul Rebel Movement bezig om de interne problemen dat op te lossen. Totdat ik achterkwam dat die externe problemen, institutioneel racisme, zodanig sterk is dat heel veel van onze mensen ziek zijn, elkaar aanvallen
De weg niet kunnen vinden naar een betere toekomst. En toen dacht ik van ja, ik kan wel mijn kinderen thuis alles meegeven wat ze nodig hebben. En ze kunnen de beste diploma halen. Maar zodra ze de deur uitstappen, is die diploma voor veel bedrijven niks waard. En ik kan ze wel leren hoe ze beleefd moeten zijn. Maar een agent die ze etnisch profileert, don't care. Dus dat is de reden dat wij dit doen. Maar geloof me, we doen dit uit zelfliefde. Omdat we van onszelf houden, van onze community. En we willen gewoon voorkomen dat wij voor zo lang gedehumaniseerd blijven. Dus als de vraag is, wat ga je doen als Zwarte Piet niet meer is? Wij gaan chillen. Oké, goed. Heel goed. Nice. Edeline, wil je er nog iets aan toevoegen, heel kort? Want ik heb hier een brandende vraag staan. Dus. Ja, heel kort. Ik hoor ook misschien een beetje een zorg in het tweede deel van de vraag. Klopt. Over kleine wijken, waar het dan wel zou plaatsvinden. En die mensen die en blijven die, moeten die mensen dan die struggle alleen voeren? Nou, ik denk als gemeenten subsidie gaan afschaffen om blackface niet meer langer te subsidiëren. Juist. Dat is een signaal van, hey, dit past niet meer, hoort niet meer thuis in de openbare ruimte. Dus de volgende stap die we dan kunnen zetten, als er nog steeds mensen zijn die expliciet ervoor kiezen om racistisch te zijn en dat ook naar buiten uit te dragen, is dat we naar de overheid stappen en zeggen, oké, jullie hebben nu de subsidie teruggetrokken. Het is nu tijd voor antiracistisch beleid waarin dit verboden wordt. Ik denk dat dat strafbaar de stap is. Ja. Strafbaar. Mag ik ook heel kort... Ik ben echt heel zenuwachtig. Hier zit iemand helemaal zweetend, zenuwachtig. Okay, is goed. Stel je vraag. Ja, het is ook wel even een spot on, hoor. Maar ik vind het heel dapper. Het is heel dapper. Sorry. Stel je vraag. Ik ga gewoon zitten en dan kijk ik Jerry aan en dan is het klaar. Maar je zegt als Zwarte Piet weg is, dan is het chillen. Maar wat is Zwarte Piet, een heel grote pijler die ook gewoon echt illegaal kan worden. Of daar kan heel veel mee gebeuren. Maar wat is voor jullie het volgende grote, concrete iets waar we voor moeten strijden? Als Zwarte Piet verdwijnt, want dat gaat gebeuren. Oh, mag ik daarop inhaken? Want daar ging mijn volgende comment over. Kijk Jerry, ik hou heel veel van je. Maar het is wel een beetje... Het was een klein beetje privileged, omdat mijn strijd nog wel doorgaat naar Zwarte Piet. Ik weet dat je het niet zo bedoelde hebt, maar je weet toch, Maar goed, ik weet het. Zet de record straight. Weet je toch, in je lobby. Maar mijn strijd, zeker als zwarte queer vrouw, die gaat gewoon door. En ondanks dat Zwarte Piet weg is, laten we hopen, de strijd sowieso tegen institutioneel racisme gaat door. Maar mijn strijd sowieso als zwarte queer vrouw, binnen de Nederlandse samenleving, maar ook binnen onze eigen gemeenschap. En ook denkend aan het feit, ik ben van Curaçao. Jullie hebben vast, ik hoop dat jullie de situatie in Curaçao nu meekrijgen. We ain't free yet. People ain't free yet. Dus die strijd gaat ook nog steeds door. Dus als je me vraagt, nou, Curaçao heeft je hulp nodig. De queer community, de zwarte queer community heeft je hulp nodig. En er zijn nog andere, bijvoorbeeld de disabled community heeft black disabled en queer community heeft je hulp nodig. Dus we zijn er nog niet. Maar... Ik ben het wel eens met Jerry. In november ga ik wel eindelijk chillen. Gaan we bij Pondenprij chillen. Zo, gaan we chillen. Chillen. Op 5 december. Ja, uiteraard. Ik ben iemand, als je me vraag stelt, focus ik me op de context. Maar daar shots, toch? Ik moet een beetje shots op me gooien. Maar is toch ook voor mensen thuis, weet je toch? Klopt. Dat mensen zien, je weet toch? Ja, don't get it twisted, weet je. Oké, rust in de klas. Onze kinderen vrij zijn. Hebben we nog vragen, Anna? Ja, of mag ik heel even nog wat vragen? Oh, heel goed. Sorry, meneer. Ja, sorry. Gaat u gang. Hey, ik heb een vraag. Heel goed. Ik moest jullie hartstikke bedanken dat ik hier mag staan om deze vraag te stellen. Ik wil jullie vragen om mij te vertellen wat jullie vinden van mensen als Arie Boomsma. Die beschuldigd is van, na zijn opmerking over Johan Derks, dat hij een NSB'er is. En dan zegt hij van, het is aan Joep van het Hek... Van Joep, zie je de ironie? Ik kom op voor antiracisme. En dan kom jij mij beschuldigen van een NSB. Oké, dat is... Wat ik ook wil vragen aan jullie van de Zwarte Piet en noem maar op. Hartstikke goed, die zal heus wel een keer weggaan. Daar ben ik volstrekt daarmee eens. En dat denk ik ook. Oké, wat ik... Je hebt zeg maar mensen als Arie Boomsma nodig om dat te bereiken. Je hebt mensen nodig als de jongens van de Nederlandse elftal nodig om te komen waar je wilt zijn. En de vraag is wat ik wil hebben, wat willen jullie,
Wat gaan jullie ook daaraan doen om die mensen mee te krijgen in jullie strijd, waar ik 100% achter sta, om tijd te bereiken wat je wil bereiken? Hele mooie vraag. Hele mooie vraag. Hoe kijken jullie daarnaar inderdaad? Even over Arie Boomsma en andere mensen die beschuldigd worden van NSB-praktijken. Het is al vaker gezegd, maar ik denk dat, behalve dat we de slavernijgeschiedenis snel kennen, geeft het ook blijk dat we de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog snel kennen. Want ik denk dat het begrip van NSB niet helemaal helder is. Wat je ziet is, er is een soort onzichtbare code, die heet witte solidariteit. En als je die code doorbreekt, dan ben je een verrader. Je bent dus niet een verrader van het land, maar je bent een verrader van die solidariteit. En die moet ten alle tijden, die witte solidariteit moet ten alle tijden in stand gehouden worden. Op het moment dat je dus meehelpt, als je dus niet meer toestaat als wit persoon van dat die racisme er is. Of je de grapjes niet meer leuk vindt, dan daar hoor je niet meer bij. Ik vind dat ook bijzonder. Hoe, want dat was de tweede vraag, was eigenlijk hoe zorg je dat deze groep mensen toch nog zich betrokken en solidair voelt? Hoe doe je dat? Ja, ik wou daar inderdaad iets aan toevoegen, omdat het denk ik al gebeurt. Ja. En ik vind het zelf een hele interessante ontwikkeling, zeker afgelopen maand, dat je allerlei BN'ers opeens ziet deelnemen aan protesten. En zich uitspreken. Posten op social media. En dat vind ik goed. Hè. Geld is doneren, natuurlijk, sowieso. Maar wat het laat zien is dat het nu veilig genoeg is voor hen. 5 jaar geleden deden ze dat niet, omdat het niet veilig was. Want dan was het niet alleen dat je voor NSB zou worden uitgemaakt, maar het kon gewoon je carrière kosten als BN'er. Dus wat het laat zien is dat het nu veilig genoeg is. Er is ruimte gecreëerd door mensen van het eerste uur, niet alleen wij, maar weet je, de 60 mensen die in 2014 in Gouda stonden op het plein werden gearresteerd. De 200 mensen die in 2016 in Rotterdam met veel geweld werden gearresteerd. En door al die ontwikkelingen en die opofferingen durf zie je dat het beetje bij beetje veiliger wordt en dan pas komt de mainstream. Ja. En ik wil toch heel even terugkomen op de hele mooie woorden van meneer Helberg, die een van mijn helden is natuurlijk. En daar heel even bij stilstaan, want het bracht ook wat herinneringen bij mij terug dat u zei van ja, het was een moment, ik weet niet meer precies welk jaar, maar ik kan me wel herinneren dat wij contact hadden en dat u zei van ja, weet jullie zeker dat jullie willen gaan? Het kan jullie leven kosten. En 2016. Wij hielden rekening met dat scenario, met dat risico, omdat je moet gewoon met van alle scenario's uitgaan. Dus die strijd die we de afgelopen 5 jaar hebben geleverd, daarbij hebben we rekening gehouden met het feit dat wij slachtoffers zouden kunnen worden, dat wij, weet je, dat er doden zouden kunnen vallen, hè, zonder overdrijven. En dat is wel een punt wat ik vanavond wilde maken, hè, omdat er soms discussies zijn van hey, KZP, hoe zei ik bepaalde mensen af en toe zoveel in de media, Jelly, ikzelf, anderen ook. Maar het is een feit dat in die periode dat het nog niet zo veilig was, dat het een risico was om überhaupt jezelf zo uit te spreken in de media. Zijn kinderen worden met de dood bedreigd. 3 jaar geleden was ik ook niet iemand die openlijk uitkwam als lid van KZP, want ik wist, het kon mijn business kosten, het kon mijn baan kosten. Dus nu het veilig is, zie je dat mensen opeens op de voorgrond willen treden. Terwijl 4, 5 jaar geleden, toen het je leven kon kosten, toen het je baan kon kosten, toen het je geld kon kosten, ze stil waren. Dus die kant van het verhaal vind ik heel belangrijk om mee te nemen. Wanneer mensen kritiek uiten op, hey, waarom zie ik zo vaak bepaalde mensen op de voorgrond? En dat deel is terecht.
Maar ik vind dat dit, deze kant van het verhaal wel belicht moet worden. Ja. En nog even aanvullend op de meneer die de vraag stelde. Ja. Staat hij weer met een nieuwe vraag. Ja. Ik wil ook daar. Over de uitspraak van we hebben die mensen nodig. Ik wil niemand iets tekort doen, maar ik heb het ook al tegen een paar Kamerleden gezegd vandaag. Dit gaat bewustwording is als je beseft dat het niet gaat over mijn pijn. Het gaat niet over de pijn van zwarte mensen. Het gaat over, je wordt je bewust als je snapt dat je staat letterlijk evolutie in de weg. We hebben allemaal baat bij een gezonde maatschappij. Ik garandeer je dat als je een eind maakt aan institutioneel racisme, dan zal je zien dat over de gehele breedte van alle domeinen, dat wij een betere maatschappij worden. Het onderwijs wordt beter. Gezondheidszorg. De economie zal erbij welvaren. Op alle manieren, de gezondheidszorg. Ik denk, wat denk je dat het doet met de mentale gezondheid van mensen van kleur en zwarte mensen? Dus het is eigenlijk wat je zegt, voor het geheel is het beter. Voor de gezondheid van de hele die mensen doen het voor zichzelf. We hebben ik niet, zie trouwens yeah, dat de vraag, die was toch niet helemaal, die is toch vraag beantwoord in de tussentijd? Ja? Dit was het. Nou, wat goed. Fijn. Want ik wil toch een klein dingetje, misschien even rebel in me, een klein beetje een rebel antwoord geven. Dat inderdaad, mensen stellen deze vraag ook, nou, even puur over mezelf, van maar Naomi, waarom ga jij niet in dialoog? Of waarom doe jij niet dit? Of ga je niet over bewustwording? En dan denk ik, bruh, er zijn genoeg mensen, er zijn genoeg boeken, er zijn genoeg artikelen. Dat is voor mij afleiding. Ik wil me bezighouden met mijn mensen. Ik wil bezighouden met community bouwen, ruimtes creëren. Dingen waar ik gezond van word in plaats van waar ik gek van word. Dus dat is ook mijn antwoord op waarom doe jij geen dialoog of waarom ga je dat niet doen. Het is afleiding, man. Er zijn genoeg boeken, er zijn genoeg films. Ga die lezen, ga die checken. Wanneer je dat hebt gedaan, mijn deur staat open. Ik weet niet hoe we met de tijd zitten, maar ik zie dat er... Oh, er staat weer iemand bij de microfoon. Hallo. Oh, ja. Hi. Ja, hallo. Ga je gang. Goedenavond. Nou, mijn vraag is, ik ben een kapper en ik zie heel veel verschillende mensen. Ik zie heel veel een donker man met een blanke vrouw of een blanke vrouw met een donker man. En ze hebben kinderen samen. En ik word gevraagd door meerdere jongens onder de 40. Of begin 30, ik heb een kind met een blanke vrouw. En als ik dit hele, als ik alles zie over de Black Lives Matter en Kikkoot Zwarte Piet. En, nou, ik weet het niet. Wat moet ik aan mijn kind vertellen? Hoe voed ik dit kind op? Is het een zwaar? Het wordt zwaarder voor mij. En hij stelt de vraag aan mij, omdat hij weet dat ik ben tegen Zwarte Piet. En dat hij zegt, hoe kan ik mijn kinderen opvoeden? Ja. Wat zou jullie aan die soort mensen kunnen vertellen? Mooi. Ik weet dat de meeste dubbelbloed kinderen worden gewoon als zwarte kinderen gezien. Hoor. Dat is, dus ja, ik denk bijna dat je een verkeerde spiegel voorhoudt als je hem opvoedt als een wit kind. Dus, maar goed. Mm. Dus, maar wat voor advies zou je meegeven? Want deze meneer die zegt eigenlijk van ja, hoe moet ik kinderen voorbereiden? Begrijp ik dat goed? Even kijken, waar bent u? Oh, daar bent u. U zegt eigenlijk van ja, hoe moet ik mijn kinderen voorbereiden als het gaat om racisme? Of begrijp ik dat goed? Ja, hoe moet ik mijn kinderen voorbereiden voor dit wereld waar heel veel gaat over heel veel racisme? Straks hoor die... Maar vraag mijn papa, wat is mijn roots? Ja, wat kan ik doen? Hoe vind ik mijn identiteit binnen deze samenleving? Hoe kijken jullie daarnaar? Allereerst, het kind heeft twee ouders. Exact. Dus beide ouders zijn opgevoed. Hebben bepaalde waarden en normen meegekregen. Bepaalde ervaringen. Dat moet je gewoon eigenlijk overdragen aan je kind. Maar natuurlijk, zodat die het nog beter kan doen. Er zijn inderdaad, ik spreek ook met ouders die alleenstaande ouders zijn. Witte ouders met zwart kind of geadopteerd kind.
hoe je ook wil noemen. En daarin zeg ik van, wees nieuwsgierig en geïnteresseerd in je kind. En waar komt je kind vandaan? Mensen gaan kinderen adopteren uit andere landen en ze hebben totaal niets met die andere land. Of ze zijn helemaal bevoordeeld over het land en je adopteert een kind. Maar het kind, zijn of haar roots ligt daar. En ik denk dat het kind dat ook mee moet krijgen. Dus het gaat om interesse. En ik vind dat als je een kind adopteert uit een land en voor de rest interesseert het land jou niet, dan moet je het kind daar laten en niet lastig vallen. Dus je moet de verantwoordelijkheid nemen. Ja, het is. Ik bedoel, laten we niet doen alsof zwarte kinderen zo anders zijn dan andere kinderen. Weet je, de maatschappij maakt ze anders. Weet je, alle kinderen zijn gewoon geboren. En als wij zouden leven in een samenleving waar het werkelijk niet uitmaakt wat voor huidskleur je hebt, dan zou je maar geen probleem zijn. Alleen de maatschappij maakt ze zo. Dus ik denk juist dat de vraag, ik beproef dat het is meer van, ik heb een zwart kind, help. Ja. Weet je, en ik heb zoiets van, nee, het is niet het kind het probleem. Jij bent het probleem, omdat het kind zelf komt zo puur mogelijk de wereld in. En het is wat we meegeven. Dus ik zou zeggen, voed je kind op zoals jij, hoe je de wereld zou willen zien. En ik vind niet dat we die last zo op de kinderen moeten leggen. Maar natuurlijk moet je eerlijk zijn met je kind. Maar hoe gaat een ouder die zo in vraag stellen, eerlijk kunnen zijn met het kind, als die ouder zelf niet weet waar die moet zijn? Ja. Oh, nee. Ik wil wel even door, want we hebben ook gewoon een vraag hier online. Ja, anders blijven we zeker, door. Zeker. Want er zijn best veel mensen die zich afvragen, die zeggen, kunnen jullie misschien een tipje oplichten van de sluier over het manifest dat jullie vandaag zouden presenteren? Wat is het beleidsplan? Wat is de planning? Is er een manifest? ja. Ik wil toch nog heel even kort terugkomen op wat ik heb gevraagd. Sorry. Omdat ik het wel belangrijk vind om te zeggen dat het heel belangrijk is dat je je kind niet in angst opvoedt. En ze ook vertelt over de helden die ons voor zijn gegaan. En de kracht die daarin zit. En dat er mensen hebben gevochten zodat wij hier vandaag de dag kunnen zijn. En dat die verhalen ook gewoon duidelijk worden die je niet op school meekrijgt en die niemand anders je gaat vertellen. Ja, sorry. Caitlin, hele goede toevoeging. Ja, echt terecht. Heel mooi. Dat is denk ik ook de sleutel van alles. Zullen we naar het manifest gaan? Ja. Want daar gaat de vraag over. Ja. Laten we doen. What's up met het manifest? Ja, dus het manifest is ontstaan omdat wij vanuit allerlei lagen van de politiek werden benaderd met de vraag van oké, wat nu? Laten we in gesprek gaan. Wat willen jullie? En we hebben natuurlijk ideeën. Van onderwijs, arbeidsmarkt, etnisch profileren, noem maar op. We zijn er al jaren mee bezig, maar we willen ook niet pretenderen dat we alle wijsheid en waarheid in pacht hebben. En we willen een democratisch proces in gang zetten waarin we met onze achterban in gesprek gaan om dus een eisenpakket vast te stellen. Hoe willen we dat doen? De details moeten we nog bedenken, maar het idee is om wel iets van een soort town hall meetings in verschillende plekken in Nederland te organiseren. Waarin we input ophalen, omdat die lokale context zo belangrijk is, zodat we dat kunnen vertalen naar actiepunten, beleidsmaatregelen op nationaal niveau, maar ook regionaal en lokaal niveau. We zijn hierbij geïnspireerd door de Black Panther Party 10-point program. Dus dat is een beetje een idee waar we naar kijken. En we willen natuurlijk ook graag in gesprek of samenwerken met mensen met veel expertise. Dus we hebben contact met mensen als Gloria Wekker, Nancy Jouwen, Ernestine Confalië, Simone Zeefijk die hier over gaan meedenken. En een belangrijk punt is ook dat een van de uitkomsten van het gesprek van vandaag met die Kamerleden was dat zij hebben aangegeven hoe dat proces eruit ziet om die verkiezingsprogramma's te maken. Zij zijn nu al druk bezig met schrijven en ze moeten aan het einde van de zomer al hun programma af hebben. Dus dat betekent dat wij halverwege de zomer, misschien over een maand, 6 weken al, in ieder geval een concept moeten hebben, willen wij nog input leveren voor die verkiezingsprogramma's. Dus dat betekent dat wij op zeer korte termijn meer informatie geven over het manifest. Even, die town hall meetings zijn geen uitnodiging
voor eventueel mensen met extreemrechts sentiment die meekijken. er is geen input. We zoeken niet naar input van mensen die vinden dat witte mensen gediscrimineerd worden. Ik dus kan even me voorstellen voor dat je echt wel nadenkt over wat je daarin wil zetten, toch? Het is jouw manifest. Ja. Dat betekent dus ook dat er een deadline is. Betekent dat ook dat voor alle mensen die thuis nu zitten kijken of hier zitten en zeggen ik wil nog input leveren, waar kunnen ze dat dan doen? Ja, we gaan eigenlijk vanaf 3 juli gaan we gewoon aan de tekentafel zitten en we gaan dan met elkaar kijken, gaan we programma maken, wanneer gaan we die meetings houden, zowel online en offline. Dus dan gaan we gewoon een en ander uittekenen. Kijk, we kunnen hier zitten en we kunnen jou vertellen wat je wil horen, maar vervolgens ga je ons aanrekenen als we dat niet waarmaken. Dus wij kunnen alleen maar dingen geven die we weten van we kunnen realiseren. En één ding is wel zeker, je hebt in deze strijd wat we leveren, ik heb gemerkt, je hebt 2 soorten mensen. Je hebt mensen die, zij staan hier en de community staat hier. En je hebt, wat wij nastreven is dat wij op de tweede of eigenlijk helemaal niet alleen de community hier staat. En dat is iets dat heel belangrijk is. Dus in ons doen en laten zullen we altijd rekening moeten houden, komt het ten goede van de gemeenschap. En ik ben van mening dat als het ten goede komt van de zwarte gemeenschap, dat het ook ten goede komt van de samenleving. Dus eigenlijk het lijkt een uitdaging, maar tegelijkertijd is ook eigenlijk een logische vervolg om ermee aan de slag te gaan vanaf 3 juli. Naomi, thank of course. Wat wil je toevoegen? Even vertel. Snel. Ja, goed. Kijk, Kick Out Zwarte Piet, deze movement bestaat ook door jullie en door de mensen die thuis zijn. Dus met z'n allen moeten we dit ook gaan bedenken. Met z'n allen moeten we dit ook gaan verzinnen. En ik wil ook de illusie even uithalen dat wij het in ons eentje dat allemaal moeten gaan doen. Alsof we een of andere gelikte organisatie zijn. Een of andere politieke partij die al 10, 20, 30 jaar bestaat. En die dus dit allemaal gaat oplossen. Dat zijn wij niet. Wij zijn met jullie. Wij zijn omdat jullie zijn en samen zijn we. Maar als we dat niet beseffen en jullie allemaal naar ons gaan kijken alsof wij een soort van een of andere messias zijn, dat zijn we niet. Dat zijn we echt niet. Wij zouden niet bestaan zonder dat jullie allemaal met ons de straat op gaan. Zonder dat we allemaal de straat op gaan. Dus dat wil ik even reinforcen dat alsjeblieft wanneer je deze vragen stelt, stel hem ook terug aan jezelf. Welke punten? Wat ga jij doen? Hoe ga jij bijdragen? Stel die vragen echt aan jezelf. En dan, daarin in het midden, vinden we elkaar. Maar het begint wel echt, stel hem aan jezelf, man. En zo wil ik afsluiten. Naomi Pieter, dank je wel. Mitchell Esaias, dank je wel. Elvin Richters, dank je wel. En Caitlin Schaap, dank je wel. En Jerry Afrië, dank je wel. Dank jullie wel. Ik wil Glenn Helberg bedanken. Ja, ik wil Glenn bedanken, omdat we hadden het over de toekomst en de woorden die wij nalieten voor onze kinderen. Maar weet dat wij uw kinderen zijn. Hey, en van de generatie die ons voor is gegaan. Dus we hopen dat er zeker meer intergenerationele overdracht van die kennis plaats gaat vinden. Zodat wij nog beter ons werk kunnen doen. Dus dank je wel. Dat is een mooi verwoord, mooi. En daarom is het laatste woord ook aan u. Ja, zeker. Even het zendertje aanzetten. Ja. Oh, ik herken het. Ik kleed mij ook altijd zo aan. Jerry, klopt het dat vandaag 1 juli 1960 de Republiek Ghana is ontstaan? Of althans, dat het op dat moment werd geëffectueerd met Nkrumah als president? Je bedoelt de onafhankelijkheid? Ja. De onafhankelijkheid werd uitgeroepen op 6 maart. 4, 6 maart? 6 maart. Ghana. Ja. Ghana? Ik kreeg vandaag een bericht uit Ghana. Ja. Dat 1 juli vandaag, net zoals onze 1 juli. Oh, dat zou zeker kunnen. Ik ben. Nederlander.
Sorry? Could you come here because we can't hear otherwise? Laten we dit educatie. Could you please say it there? Then everybody at home can also hear it. Yeah. Over there, yes. Please educate us. 1st July was when Ghana was officially, independence was on the 6th of March 1957. And on the 1st of July was Ghana a republic country. And it was official on 1st July. Okay, thank you. Yeah. That is what I heard today. Dat heb ik strikt gehoord heb. En ik vond het opmerkelijk om te weten dat in 1960, 103 jaar na de afschaffing van de slavernij, dat de Republikana begon. Op dat moment dacht ik, er is iets aan de hand, we weten niet wat het is, maar het betekent in ieder geval dat we allemaal ons aan het hernemen zijn. Alle zwarte mensen in de wereld zijn zich aan het hernemen. En we zien die data terugkomen. En 1 juli komt dan overeen. Een van de dingen die ik gisteren op een bijeenkomst gehoord heb, is die vergoelijking om te zeggen, ja, maar die Afrikanen hebben ook verkocht. Dus jij, Jerry, jij hebt ook verkocht, zegt men. Reken maar. Ja. Ik ben ook heel rijk geworden. Precies. Maar wat ik wil zeggen, Jerry, die manier om te zeggen, Afrikanen hebben ook verkocht, dat is om te zeggen dat je die verantwoordelijkheid wegneemt en het ergens anders naartoe stuurt. Maar hoe blij is mijn hart dat jij als Ghanees één van de bouwstenen bent om te zeggen, als het al zo zou zijn geweest in de diaspora, zorg ik met mijn kracht en mijn voorouders dat ik mij verbind met alle mensen. Want niemand kan ons vertellen dat wij elkaar hebben onderdrukt. Wij willen met elkaar het leven leiden waarin we allemaal vrij kunnen zijn. En in geen enkel deel van dit continent willen wij als zwarte mensen, die de oorsprong zijn van het bestaan. Ik vraag altijd, vraag ik, moeder Afrika, wat heb je gedaan dat je nazaten je zo behandelen? Dus wat is het prachtig dat ik jullie hier zie, uit alle delen van de wereld, want ik weet dat die genen in ons verspreid zijn. Dus vandaag eindig ik iedereen die eraan bijgedragen heeft. Natasja, dankjewel. Voorouders. Voorouders, als we je vragen om erbij te zijn, is het zo dat we de weg openen. Maar daarnaast moeten we ook bedanken dat we tot jullie mogen spreken. En dat jullie hier mochten zijn samen met ons, om ons die kracht te geven, ons allemaal de kracht te geven, om, wat gezegd is vandaag, er een beter Nederland van te maken, er een beter koninkrijk te maken voor onze kinderen. Dank jullie wel. Glenn Helberg, dankjewel. Mooi. En de bar is geopend, want het is ook feest vandaag. Ja, toch? En de deur gaat ook open. Dus omdat we natuurlijk nog steeds in die coronacrisis zitten, mocht je geen gebruik willen maken van de bar, ga naar buiten. Verspreid ook gewoon het nieuws wat je hier vandaag hebt gehoord en de liefde die je hebt meegekregen. Dank jullie wel voor jullie komst.
myself time and time and time again. I would give up all my late nights and I would start lying in. But you know it ain't easy. Say no, no, no to all your friends. Cause the real set don't get started. Jumping. I seen right over in the corner.